Dus ik vertrek op reis. En ik neem mee. Sowieso neem ik zo weinig mogelijk mee. Hoe meer dat ik meeneem, hoe meer dat ik overal moet meesleuren, hoe meer dat ik aan mijn grief moet denken. En een beetje ook om die reden ga ik niet mijn X-T2 meenemen, maar wel mijn X-T1. Mijn X-T1 is een oudere camera. Dus dat kan minder kwaad. Die is al geschonden enzovoort. Die is wel nog waterdicht en die is ook 16 megapixels, meer dan genoeg. Heeft alle functies die ik nodig heb. Het wordt me dikwijls gevraagd, of ik zie dikwijls de vraag passeren van wat is nu echt het verschil tussen de X-T1 en de X-T2. De grootste verschil tussen de X-T1 en de X-T2 zit hem vooral in het feit dat de X-T2 veel beter is voor video en veel beter in autofocus. Dus beter voor sportfotografie en dergelijke meer. Maar we gaan op reis naar Oostenrijk. Daar ga ik niet aan sportfotografie doen, daar heb ik geen snelle autofocus nodig. Het is vooral, trouwens snelle autofocus. De X-T1 heeft ook snelle autofocus, maar heeft minder goede continuous foto autofocus. Dus minder goede tracking, automatische tracking van objecten en dergelijke meer. Dus echt sportfotografie. En het andere onderdeel, de video. Ik ga mijn Nexus 5X meebrengen hier. Deze waarmee dat ik nu aan het filmen ben. En die ga ik gebruiken om te filmen. Dus ik ga hiermee niet... niet filmen. Dus de X-T1 neem ik mee. En dan, dus ik neem sowieso ook een harde schijf mee om mijn foto's via de computer altijd te backuppen elke dag. Dat ze niet op mijn geheugenkaartje blijven staan, dat ik die niet verlies. En dan voor de rest, dus die mag ook mee. Voor de rest, wat de lenzen betreft, dus eigenlijk als ik naar mijn X-T1 kijk, de lens die daar bijna altijd op gemonteerd is deze 23mm f2. Dus dat is een van de recente f2 lenzen. Die is waterdicht of waterafstotend of weersbestendig, hoe dan ze het ook noemen. Dat is de R-aanduiding hier in die lenzen, WR, van weather resistant. Maar een super goede lens. F2 dus redelijk lichtsterk. Een super compacte combinatie ook met de X-T1. Dus die neem ik zeker mee. Als ik ergens foto's ga maken en ik weet niet goed wat ik ga doen of waar ik mij aan kan verwachten die dag, dan neem ik bijna altijd de 23mm mee, omdat dat een zeer veelzijdige lens is. Dan, omdat ik ook wel een keer wat portretten ga maken op reis, bij mijn familie daar, mijn vrienden ook, ga ik de logische, of eigenlijk de beste keuze voor portretten zou die 56mm 1.2 zijn. Maar het nadeel van die lens is dat dat een vrij zware lens is, een vrij grote lens, een vrij dure lens. En eigenlijk, die is heel goed voor portretten, maar die is ook bijna alleen maar goed in portretten. Dus dan neem ik liever de 35mm 1.4 mee. Die is compacter, lichter. Maar ook heel goed in portretten, maar ook een klein beetje veelzijder. Moest ik deze meenemen, Moest ik deze meenemen, de 56, en ik monteer die op mijn X-T1, de enige body die ik mee heb, dat wil dat zeggen dat ik een ander lens moet opzetten, wil ik iets anders fotograferen dan een portret. Buiten met deze lens dan kan ik die laten zitten en kan ik ook nog iets anders fotograferen met die lens. Kan ik, als ik een beetje meer afstand neem, kan ik eigenlijk ook veel andere dingen fotograferen. Dus een super veelzijdige lens. En bijna even goed voor portretten als de 56mm. Bijna even goed, zeg ik. Dus die gaat ook mee. Het zijn al twee lenzen. Dus ik ga typisch mijn lenzen in mijn lensrap steken. Dat zijn die dingen. Dus de 23mm ga ik monteren op de body. En dan ga ik de 35mm zo in een lensrap in de rugzak meenemen. Samen met nog, omdat we naar Oostenrijk gaan in de bergen, heel veel schone landschap. Ik ga één gespecialiseerde lens meenemen. En dat is niet de 56 1.4, dat zou een goede keuze zijn voor landschappen. Maar omdat je... Ik ben aan het opnemen, schat. Pardon? Of voor de video. Voor een paardje? Ik ben voor de video aan het opnemen, daarom praat ik. Ik heb een ijsje gekregen. Amai! En is het lekker?
Maar chocolade? Ik zie het. Dus de 16mm 1.4 zou werken voor portretten, maar omdat je, het nadeel van dien is dat dat een vaste brandpuntsafstand is, dus dat je veel meer moet op zoek gaan, rondstappen naar het goede standpunt. En het is 1.4, terwijl dat voor landschappen heb je zo'n grote lichtsterke lens niet nodig. Dus ik ga eerder de 10-24 f4 zoomlens meepakken. Deze neem ik mee, dat is mijn zwaarste en duurste lens die ik meeneem. En het voordeel van deze lens is dus voor landschappen kan ik meenemen. Kan ik de hele dag op mijn camera laten zitten. Heeft beeldstabilisatie, moest ik een stukje willen filmen. Al wel automatiek is de 1 niet de moeite zal zijn. Voor de rest 10-24mm is dus heel geschikt voor landschappen. Kan ik heel breed mee gaan. En moest het zijn dat ik ook andere dingen wil fotograferen. Op 24mm is er nog vrij veel zijn en dus kan ik ook nog andere dingen mee doen. Maar dat zijn eigenlijk de 3 lenzen die ik meeneem. Dus de 23 op de X-T1 samen met de 35 1.4 en de 10-24 f4. Voor de rest natuurlijk extra batterijen, extra geheugenkaartjes en een lader ook. Ik ga geen backup body meenemen. Ik vertrouw erop dat mijn X-T1 het gewoon gaat blijven doen. En als ik het niet doe of niet blijft doen, ja, dan moet ik maar met mijn telefoon verder. Ik ga ook nog mijn telefoon dus meenemen en die een DJI gimbal waarmee dat ik nu aan het filmen ben, dus voor de beeldstabilisatie, en dan kan ik die telefoon voor het filmen gebruiken. Ik ga proberen ook wat content te maken daar. We zullen zien hoe dat gaat voor wat betreft het uploaden en dergelijke. Opslag had ik al gezegd, dus ik neem een computer mee waarmee dat ik mijn geheugenkaartje uitlees en dan alles op die harde schijf zet. Dat is een lazy. Als je een harde schijf koopt, ik zou niet zo één kopen. Dat is vrij duur voor wat het is. Dat is eigenlijk een Thunderbolt en een USB-3 schijf. Een combinatie van de twee. Maar je hebt USB-3 schijf, dus hier zit een geïntegreerde Thunderbolt kabel in. Maar dat werkt enkel met de Mac natuurlijk. Je kunt beter een veel goedkoper externe harde schijf met USB-3 aankopen. Maar dat is het voor wat ik meeneem. Dus de tips die ik kan meegeven zijn zo licht mogelijk. Dus ik heb 3 lenzen mee, 1 body en nog wat materiaal. Nico! Wat zeg je, Stella? Ik ga op reis. Ja, je mag mee op reis, hè. Dat zal wel zijn.